En dan gaan we nu verder met het bezoek dat staatssecretaris Bleker bracht aan Aalten. En in zijn gevolg bevonden zich de heren Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid CDA, en Jan Jacob van Dijk, lijsttrekker Provinciale Staten Gelderland, ook voor het CDA. De agrariërs in onze regio, die komen steeds meer klem te zitten tussen door de verschillende regelgevingen betreffende de natuur. Onder andere Natura 2000 gebieden. En om hierover geïnformeerd te worden waren medewerkers van de gemeente Aalten en Winterswijk aanwezig. Patrick Frenke van het CDA Aalten opende de bijeenkomst. Ik doe dit ook namens even de WWE en namens de LTO Aalten en de LTO Federatie. Waar we in de gezamenlijkheid hebben dit georganiseerd. En ik wil dan ook graag de burgemeester Per Perfhoef het woord geven. Ja, dankjewel Patrick. Fijn dat jullie hier in ons midden zijn. Ik mag hier het woord voeren namens de gemeente Aalten, vertegenwoordigende ongeveer 28.000 inwoners. Wij zijn sinds 1 januari de gemeente Aalten in de huidige verschijningsvorm. Voor die tijd waren er twee separate gemeenten, Aalten en Dinxperlo. En deze twee gemeenten hebben besloten, soms in weerwil van allerlei bewegingen en onder druk van hogerhand, om per 1 januari 2005 samen te gaan. En ongeacht het feit dat er nu wat donkere wolken boven ons hoofd hangen ten aanzien van allerlei gelden die uit Den Haag en uit Arnhem moeten komen, hebben wij als gemeente, als college, als raad gezegd, laten we dat nou vooral eens als een uitdaging zien en laten we er proberen iets van te maken. Niet alleen voor onze burgers, voor onze bedrijven, voor boeren, burgers en buitenlui. Dat is een geweldige opdracht, want we realiseren ons dat met de taken die wij van het land krijgen, misschien wel tot 40% anders moeten doen dan we gewend waren. Dus dat is een geweldige opdracht. U hoort mij niet zeggen dat wij ontzettend blij zijn dat we die opdracht mogen gaan uitvoeren, maar we zien het wel als een kans, als een uitdaging, als een mogelijkheid. Dus al te veel pessimisme past ons niet zo. En dat zijn we hier in de Achterhoek als voorland van Europa ook niet gewend. We zijn gewend om die uitdagingen aan te pakken en daar in bescheidenheid in te presteren. Want zoals in Oost-Groningen lopen wij ook niet met de borst vooruit en hebben er wat moeite mee om tegen elkaar te zeggen van nou, dat hebben wij allemaal gedaan. Maar we hebben het wel gedaan. Ook de afgelopen 5 jaar hebben we, ondanks wat politiek gezoek in het begin, hebben we er wat van gemaakt met z'n allen hier. Zo proberen wij als regio, als gemeente, een zodanige lobby naar het Rijk en naar de provincie, ik zou bijna zeggen te manifesteren, dat we daar ook resultaten van mogen verwachten. En we realiseren ons dat u daar, ik wens u een zeer goede middag. De lijsttrekker van het CDA, dus u bent net op een goed moment. Ja, bezig. Ja, ja. Ik was bijna met de rondvraag bezig, maar ga zitten. Nogmaals, we zijn heel blij dat we hier vertegenwoordigers van provincie, van de Tweede Kamer, vanuit de regering aanwezig hebben. Ik wens u als burgemeester een hele prettige dag hier. Ik hoop dat uw aanwezigheid ervoor zorgt dat we de 58,2% die we bij de lokale verkiezingen in maart 2010 hadden, dat het in ieder geval die 58,2% zijn. We hebben een heel loyaal en royaal verkiezingsvolk, zou ik bijna zeggen. En ik hoop dat we de 65% gaan naderen, terwijl ik natuurlijk weet dat de provinciale verkiezingen het minst populair zijn. En daarom is het denk ik goed dat u hier gedrieën allen bent, om dat nog eens een keer nadrukkelijk te onderstrepen. Daar gaat het de werving naar onze jonge kiezer vanuit. En daarom ben ik heel erg blij dat u hier bent. Ik complimenteer u met het werk wat u in het land doet, wat u in de provincie gaat doen. En ik wens u namens deze vitale samenleving, deze vitale gemeente, niet alleen een prettige middag, maar ook een fantastische toekomst. Dankjewel. Dus wil ik kort heel even iets zeggen. Bijzonder plezierig hier welkom geheten te kunnen worden door de burgemeester van Aalten Dinxperlo. Hier op een mooie plek, mooie dag. Ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ontmoet aan mensen, gedachten, ideeën en ook het gebied. Ik ken het gebied maar een klein beetje. Ik heb ooit eens, toen onze jongens nog een jaar of 6, 7 waren, op een boerencamping gekampeerd hier in de buurt, niet in deze gemeente, maar in Winterswijk, dat was in de buurt van Wold. Ook een uniek mooi plekje.
En ik heb kennissen in Aalten wonen en dat heeft met mijn hobby te maken waar ik nooit over uitgesproken raak. Maar dat heb ik nu verder in de auto. En Jan Orm op weet wat het is. Ik niet alleen. En dan nog iets over het gebied, hè? Krimpgebied enzovoort. Ik kom ook uit een gebied waar wordt gezegd er is krimp en dat is ook zo. Maar er werd op een gegeven moment zoveel over gepraat bij ons dat er gelukkig burgemeesters en wethouders opstonden. Wij willen het woord niet meer gebruiken. Wij lossen de problemen op die het gevolg zijn, maar we gaan ons niet continu zelf, laten we zeggen, bekladden met dat woord. Want dat werkt demotiverend. Dit kabinet, mag ik dat dan ook even zeggen, als er ooit een kabinet is geweest de laatste 10, 15 jaar, wat echt volop ook voor het platteland op wil komen, dan is het dit kabinet. Ook de mensen die erin zitten, en ik zou je zeggen, dat geldt voor VVD, geldt voor het CDA, ik denk als je naar de plattelandsopdrachten kijkt, dan is dit een kabinet waar we trots op kunnen zijn. Punt. Om dadelijk richting de bus, de Graafschapbus te gaan. We hebben extra de Graafschapbus genomen om aanstaande zondag de Graafschap Groningen. Ik kan me wel volgen. Ik kom absoluut zondag terug. Ik ga dan mee met uitwedstrijden van FC Groningen. En het is zo'n ontzettend gezellige club, de Graafschap. En zo'n ontzettend gezellig stadion. Dus als het ergens mee zit, ben ik aanstaande zondag om 16:30 op de Vijverberg. Nou, geweldig. Maar wel met de bedoeling om in 3 punten te gaan. Oké. Nou, prima. Ik zou zeggen, als de heer Breker en de heer Ormel en de heer Van Dijk in de bus zit, dat we dan ongeveer gaan vertrekken. Oké. Dus ik zou zeggen, hou dat even in elkaar. Hier komen alle dames en ze beginnen hier al mee te gaan. Goedemiddag allemaal. Hier op het bedrijf van Arjan Gussenbrol. Arjan, alvast bedankt dat wij hier mochten komen. Ik zou mezelf ook nog even voorstellen, ik ben Henk Rauwoor, melkveehouder en bestuurder van LTO Federatie Oost-Achterhoek, een groter gebied dan alleen Aalten. Het gaat hier vandaag zo, Arjan die zal eerst het verhaal doen over zijn bedrijf, hoe dat hier terecht is gekomen enzovoort. Daarna zullen Angela Krabbenborg en Joachim Tunter, medewerkers van de gemeente Aalten en Winterswijk, het een en ander vertellen over de problematiek van Natura 2000, hoe dat hier speelt en in Winterswijk. En het laatste kwartier zal een beperkt aantal mensen met Arjan nog even naar de kippen gaan kijken. Want we kunnen niet met het hele spul naar de kippen, want daar staan de kippen allemaal helemaal achterin. Dus ja. Ik zal zo meteen ook wel aangeven wie er wel en wie er niet meer mag. Dus kunnen we ook geen ruzie over krijgen. Ik heb er bij de voorbeeld staan om daar even te vertellen wat er allemaal gebeurd is en hoe het hier ontstaat. Ja, dames en heren, welkom hier op ons bedrijf in Aalten. Wij zijn verplaatst in het kader van de reconstructie en dat is nu 4,5 jaar geleden. Wij komen eigenlijk uit Varsseveld. Wij lagen daar dichtbij een natuurgebied en de luchtfoto van het oude bedrijf ziet u daar aan de muur hangen. We hadden daar 4 stallen, 2 stallen met legbatterijen en 2 stallen met scharrelkippen. Die stallen die zijn daar gesloopt en we hebben hier in Aalten een nieuw bedrijf kunnen bouwen. We zijn in aantal dieren iets ingekrompen. We hebben nu 60.000 scharrelkippen. En ik ben eigenlijk degene die het werk doet hier. Dit bedrijf kan door 1 persoon worden gerund. Ik heb er wel voor 2 dagen in de week een medewerker bij, maar dat komt omdat ik nog wat bestuursfuncties heb, dus nu dan nog eens een keer van huis wil zijn. Ja, wij zijn eigenlijk gaan verplaatsen omdat wij op het oude bedrijf niet konden omschakelen naar scharrelhuisvesting. Bij scharrelhuisvesting krijg je meer emissie van ammoniak en men wil dat niet in de buurt van natuurgebieden. Dus toen de mogelijkheid zich voordeed om via de reconstructiewet aan een pilotproject mee te doen, toen hebben wij die mogelijkheid gegrepen. En ik denk achteraf dat het een goede keuze geweest is, want tot nog toe ben ik geloof ik de enige verplaatser binnen de Achterhoek. En voor 1 januari 2012 moet iedereen zijn omgeschakeld van legbatterijen naar scharrelhuisvesting. Die omschakeling had ik niet kunnen maken wanneer ik toen niet die stap had gezet. Gussenbrol, ik hier in de gemeente Aalten, moet ik heel gauw gaan zoeken. Ongeveer ligt, als het deze wordt, richting hier in deze contraille.
gaan we een kaartje verder. En hier de kern Aalten. We konden de kaart niet groter maken op de plot, maar hier zien we eigenlijk al de invloedssfeer van het bedrijf waar we nu staan. Ten opzichte van de Natura 2000 gebieden, de Korenburgerveen. Dit is het landbouwontwikkelingsgebied wat we hebben liggen in de gemeente Aalten. Het bovenste gedeelte is al grotendeels ingevuld door agrariërs en door burgers. Daar zijn geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Het bedrijf van Gusselink Klo, waar we hier zijn, is hier geplaatst als pilot. Hij zat in Varsseveld, dicht tegen zeer kwetsbare natuur aan. Omdat hij daar tegenaan zat, is hem verzocht om mee te werken. Hij is hier naartoe gekomen en heeft daarvoor alle benodigde milieuvergunningen, bouwvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen doorlopen. Dus dat is even het landbouwontwikkelingsgebied. Gaan we even inzoomen op het bedrijf van de familie Gussenklo. Familie Gussenklo heeft hier een stal gebouwd voor 60.000 legkippen, zoals Arjan al aangeeft. En heeft gekozen voor een 3-etage stal. 3 soortgelijke etages van elk 20.000 dieren. Met een scharrelhuisvesting en daarnaast nog een deel mestverwerking, mestdroging op het bedrijf. Dus eigenlijk op het gebied van milieu, welzijn, heeft hij een bedrijf ontwikkeld wat toekomstgericht is. Nou, wat ligt er nu aan beleid? Dat is de crisis- en herstelwet. Gelukkig is die er gekomen, zodat hij de impasse een beetje, dat het een beetje uit de slop raakte, zeg maar. In die crisis- en herstelwet is als datum opgenomen 7 december 2004 voor bestaand recht. Helaas zat het bedrijf hier nog niet in december 2004, want 2004-2005 zijn we met vergunningverlening bezig gegaan. Dus hij heeft geen bestaande rechten op basis van dat dossier. Deze geringe uitbreiding van 48 melkkoeien zijn 461 kilo ammoniak. Dus als we dat nog even in het achterhoofd houden van de familie Gussenklo. En dit zijn de bijdragen wat die uitbreiding teweeg brengt. Dus aan effect bijdragen op Natura 2000. Het is allemaal 2 cijfers achter de komma. Het probleem in deze is dat het bedrijf van de familie Onk geen milieuvergunningplichtig bedrijf is, maar een meldingsplichtig bedrijf. Ook de nieuwe, door de deregulering van de wetgeving, komen ook toekomstige landbouwbedrijven veel meer en veel vaker onder een zogenaamde meldingsplicht te vallen. Het probleem daarbij is dat er eigenlijk geen coördinatie meer is binnen het afhandelen van meldingen, zoals het bij een milieuvergunning gebruikelijk is. Ik denk dat het levert geen voordeel op? Het levert in dat opzicht geen voordeel op. Mm. En het probleem is daarbij, gaan we even een stukje terug in de geschiedenis, doordat de natuurbeschermingswet niet goed geïmplementeerd was in de nationale wetgeving, of de habitatrichtlijn, pardon, in de nationale wetgeving heette de natuurbeschermingswet, was er van een gegeven moment vanaf 2004 tot en met 1 februari 2009 de zogenaamde directe toetsing op de habitatrichtlijn. Daarvan zijn ook de uitspraken gekomen tegen de gemeentelijke milieuvergunningen, omdat daar maatschappelijke organisaties tegen ageren. Tegen deze vergunning? Tegen een milieuvergunning van de gemeente. Omdat gemeenten toen door een rechtstreekse toetsing op de Europese habitatrichtlijn een oordeel moesten vellen, eigenlijk iets over een provinciaal kader. In 1 februari 2009 is met de gewijzigde natuurbeschermingswet is dat gerepareerd. Dus eigenlijk vanaf die periode, 1 februari 2009, is de vergunningverlening ook bij de provincie Gelderland daadwerkelijk eigenlijk weer terug op het bordje van de provincie gekomen. Als we dus nu gaan kijken bij het bedrijf van de familie Onk, als we het dan hebben over emissiearme technieken, et cetera. Het bedrijf van de familie Gussenklo, zoals we horen, voldoet aan de nieuwste eis, BBT, best beschikbare technieken, voldoet aan de welzijnsaspecten, het scharrelsysteem. Hier hebben we het over de melkveehouderij en de beetje ingewijden van de melkveehouderijsector. Emissiearme technieken binnen die sector is nog niet zo voorhanden. Qua emissiearme technieken zijn er dus weinig mogelijkheden, maar de depositie van dit bedrijf valt wel onder hetzelfde vergunningkader. Dus wij constateren die knelpunten
Maar wij denken natuurlijk ook mee, hoe kunnen we die knelpunten oplossen? Want... Geef dus een advies aan het ministerie. En dat willen wij dus heel van die gelegenheid willen wij dus heel graag gebruik maken. Ik ben hier nog maar een uur en als ik dan al een goed advies krijg, dan... Dan is uw hele dag goed, dan zijn wel eens duurdere adviezen gegeven. Ja, precies. Dat zeer zeker. Ja, ik ben benieuwd. Nou, zoals wij al zeiden, provincies gaan allemaal verschillend om met het begrip bestaansgebruik. Voor saldeerbare rechten hanteert de ene provincie 7 december 2004, de andere provincie 1 februari 2009. Wij zeggen gewoon, de crisis- en herstelwet en natuurbeschermingswet moet nog aangepast worden. Er zitten wat schoonheidsfoutjes in. Als je met die aanpassing meteen heel duidelijk meeneemt wat je als landelijk ziet als bestaand gebruik, zowel voor salderen als voor vergunningverlening, heb je al een probleem opgelost. Want de ene provincie gaat van februari 2009 uit, de andere provincie van 7 december 2004. Je krijgt een rechtsongelijkenheid en vooral die bedrijven die op dat grensgebied zitten, krijgen een groot probleem daarmee. En er is er nog wat, want u hebt het daar over dat gebied van de familie Oonk. Daar heb jij gekampeerd, dat is vlakbij het Wolf. Ja. En dat is een prachtig gebied, een coulissenlandschap. Ja. En daar lopen die koeien tussen die coulissen. Ja. Nou, en wil die boer daar blijven boeren, dan moet hij toch een beetje organisch kunnen groeien. Dat vind ik ook. En als dat niet kan, want het is niet alleen boer Oonk, het zijn al die boeren daar. Ja. Wat je dus ziet in het gebied, dat er gewoon steeds minder melkveehouders komen. En dat is gewoon zorgelijk voor hoe het hele gebied eruit gaat zien. Wat je ook ziet, is dat mensen als Gussinklo, die verhuizen dan naar een log, naar een landbouwintensief gebied. Nou, zelfs daar wordt het zo moeilijk gemaakt. En dat is voor de hele agrarische infrastructuur van de Achterhoek, is dat gewoon waar het knelt. Niet alleen de Natura 2000, maar het is het ene plan wat op het andere wordt gestapeld. Ik ben er een keer geweest, lag zo'n stapel met allemaal plannen. En het een volgt op het ander. Nou, daar worden die boeren gewoon hartstikke gek van. Ja, kort samengevat, zeg maar. Ja. Duidelijkheid. Nou, kijk, duidelijkheid. We zijn natuurlijk met die pas, die zijn we verder aan het ontwikkelen. En ik maak graag gebruik van jullie suggesties. Ik heb mij tot doel gesteld om 2011 is wat mij betreft het jaar van de waarheid om eindelijk duidelijkheid en zekerheid rond Natura 2000. Zouden we bijvoorbeeld nu al een beheerplan hebben en we zouden een bepaald reductiepercentage moeten bereiken, dan zou het meest zinvolle zijn, en dat klinkt heel raar, om een bedrijf, toevallig ook van een Nederlandse ondernemer, maar die laten voorzien van emissiearme technieken, dan is daarmee al de depositiewinst die je theoretisch in een beheerplanperiode van 6 jaar moet bereiken, al gehaald. Ontzettend bedankt. Oké. Ja, bedankt. Angela en Joachim, hartelijk dank voor jullie uitleg. Kijk, we hebben als LTO-organisatie, de ambtelijke organisatie, ook ingeschakeld om uit te leggen hoe dit nu in elkaar zit. Ja. Maar wij kunnen het niet meer uitleggen. Nou, zij wel, vond ik. En, nou ja, het is inderdaad voor... Wij willen toe naar de situatie straks, ook met het pas, waarbij het voor de ondernemer, waar er helderheid en zekerheid is, en waar het ook overzichtelijker en simpeler is dan we het nu met elkaar hebben. Want dat is behoorlijk uit de klauwen gelopen. Ja, ik zeg altijd, aan een normaal mens kun je dit niet meer uitleggen. Dus eigenlijk hoop ik dat u het niet begrijpt. Maar na 4 maanden ben je al een beetje gedeformeerd, zeg maar. Ja. Maar we moeten... Ik vind het belangrijk dat we ook u als toetssteen gebruiken van... je hoeft er niet overal mee eens te zijn, nee, maar als het wel helder, duidelijk en toepasbaar is. Ook voor de ondernemer. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Nee, dat ben ik volledig met u eens. We zullen het nooit overal over eens worden. Nee. Maar een boer op een bepaalde plek, die moet weten waar hij naartoe is, hoe die verder kan of die niet verder kan. Dan kan die niet verder, wordt die geblokkeerd. En dan zal er iets geregeld moeten worden door de overheid. Ja. Daarnaast denk ik, we zitten hier in de Achterhoek. En het probleem waar wij hier ook veel tegenaan lopen is dat er veel gepraat wordt over zaken die we niet willen. Mm. En eigenlijk moeten we eens meer gaan praten over zaken die we wel willen. Als wij hier de grens over gaan, en dat gaan we nu niet doen, want dan ben je de hele middag kwijt. Dan rijden we in Duitsland rond en dan zien we grote stallen staan. Het is hier wel weer niks erover. Ja. Dan zien we grote stallen staan.
Daar zien we windmolens staan, daar zien we daken vol zonnepanelen, daar zien we biogasinstallaties. Allemaal zaken waar wij hier als agrarische sector ook zeggen, nou, dat willen wij ook. Het hoeft niet allemaal tegelijk. Alleen hier, als je hier ergens een voorstel doet, we hebben hier bijvoorbeeld een biogasvereniging die al een voorstel heeft gedaan en nog steeds heeft liggen. Dan komt daar van alle kanten bezwaren. Iedereen zegt, dat willen we niet, dat willen we niet. Ja, is te groot en zal wel stinken. Noem maar op. Zo gaat het met heel veel van die zaken. En het komt weer in het negatieve. Het gaat weer over zaken die we niet willen. En we moeten daar eigenlijk uit. En over zaken, wat willen we wel? Hoe gaan we dat doen? En eigenlijk zouden we die draai een keer moeten kunnen maken. Ik heb het gras voor mijn voeten weggemaaid, dan is het bovenal over gehad waar ik het ook met u over wil hebben. Over de Natura 2000 gebieden? Natura 2000 gebieden, ja. Onder andere in het Woonseveen. En zo zijn er meer gebieden. En nu ik dat hier zo hoor, er zijn zoveel veel regelgevingen qua gebieden. Komt u daar zelf nog wel uit? Ik vind het zelf ook bar ingewikkeld. Ik doe het nu een maand of vijf, het staatssecretariaatschap zeg maar. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat, dat de regels waaraan ondernemers zijn gebonden rond Natura 2000 gebieden, dat dat vereenvoudigd moet worden. Daar ben ik nu ook mee bezig. We proberen dat op een manier te doen dat we aan de ene kant de natuurwaarden in die gebieden, laten zeggen, respecteren, maar dat er ook een normale bedrijfsontwikkeling mogelijk is in die gebieden, met name bij de gezins- en familiebedrijven. Want we kunnen niet hebben dat het platteland op slot gaat. Nee, want het is zo dat de landbouw ook voor werkgelegenheid zorgt. U bezoekt straks nog een ander bedrijf, een luchtbehandelingsbedrijven en de machinebouw. Ja. En die zijn toch ook afhankelijk van dat de agrariër zijn werk kan doen, zijn producten kan produceren. De plattelandse economie die draait voor een deel op de agrarische wereld, op de akkerbouw, op de dierhouderij. Er zijn allerlei andere takken van sport aan verbonden. Denk dus aan ook de transportsector, de veevoedersector. Ja. Het is ook belangrijk dat we een vitaal platteland hebben. En daar hoort ook een vitale plattelandse economie bij. En daar hoort dus ook die agrarische sector ruimte voor ontwikkeling te krijgen. Nou, ik doe dat persoonlijk om daar voorwaarden voor te creëren. En deze regering is ook bij uitstek een regering die ondernemerschap ook op het platteland ruimte wil bieden. Soms moet je daarbij heel duidelijk zijn. Dit zijn de regels, dit zijn de kaders. Ondernemers hebben liever duidelijke regels dan vage regels. En op een aantal punten moeten we regels ook vereenvoudigen. Daar ben ik van overtuigd. Hartelijk dank voor het korte gesprek. Graag gedaan. Nog een fijne dag. En heel veel succes met TV Slingeland. Alsjeblieft, dank voor jullie komst. Arjen ook bedankt. Ja. En ik zou zeggen van applaus voor het ondernemerschap. Want dat zit er volop in. En dat vind ik fantastisch. Dank u wel. En met deze reportage van de komst van de staatssecretaris naar Aalten zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer vanaf 6 uur tot 12 uur. En u weet het, het programma wordt steeds op de avond herhaald. Dank voor het kijken en tot morgen. Dag.